Merci. Komt er nog iemand? Nee. Ja, iedereen had plannen. Of te moe. Boring. Maar dus, u mag niet meer samen met die gast? Nee, dat was gewoon een flirt. Wel in die haar huwelijk heeft opgefokt. Denk je? Ja, een fling maakt een goed huwelijk niet kapot, hè? Wel in dat op springen stond. Wat is er? Geen chlamydia, wel een blaasontsteking, maar ja, dat valt er wel aan. Oh, gelukkig. Ja, maar ze gaat er iets op gaan drinken. Met Ada en Hanne, die nog niks te doen hadden, blijkbaar. Ze zijn echt wel stouter dan ik dacht. Is dat positief?